Het is al een tijdje aan de gang, hè? Met die studenten. Ja, want maanden geleden, toen werd er al geklaagd. Toen werd er al gezegd van, die studenten, ja, die zorgen er steeds maar weer voor dat dat corona blijft rondcirkelen. Daar werden ze op aangesproken. En toen werd er al gezegd tegen die studenten, hé jongens, gedraag je eens een keer. Doe even een beetje normaal. Twee jaar geleden, die man van 94, die ging een brief schrijven, en die Jan. En die zei van, ja, ik heb me in de oorlog heb ik me van alles ontzien. En dat moeten jullie nu ook doen. Volkomen terecht. Ja, maar die studenten, we zijn nu al maanden verder. En die blijven zich gewoon met een enorme venijn en een fanatisme. Blijven ze zich maar misdragen. Stilletje mafkezen dat het zijn. Stilletje leeghoofden. Ja, want jullie zijn dan zogenaamd het intelligente deel. Van de maatschappij. Nou zeg. Nee, vergeet dat nou. Intelligente deel. Weet je wat jullie zijn? Jullie zijn gewoon het asociale deel van de maatschappij. Dat zijn jullie, ja. Jullie gedragen je verschrikkelijk. En intussen ga je gewoon een beetje bekakt zitten lullen. Ja, dat is dan wat jullie doen. Ja, jullie zijn gewoon tokkies. En jullie maken van die vreemde, van die keelgeluiden. Dat zijn jullie. Ja. En niks anders. Want jullie maken ook nog eens een keer deze. Naar de maatschappij. Ja. En die. Die maken jullie ook naar de maatschappij. En bewust. Want jullie trekken je gewoon helemaal nergens iets van aan. Jullie hebben gewoon scheid aan de maatschappij. Jullie hebben scheid aan de ouderen. Jullie denken bij jezelf, wij krijgen geen corona en een dikke lul voor die handel. En zoek het uit en wij doen precies wat wij willen. Zo denken jullie. En dat is misselijkmakend. Want jullie kunnen corona krijgen en dan, hup, dan geef je het aan een ouder iemand en die kan daar zomaar aan overlijden. En daar trekken jullie je geen ene malle moer van aan. En ik word daar een beetje boos over, ja. En ik erger me daaraan, ja. Want ik denk bij mezelf, gadverdamme, student dat je bent. Hé, je bent slimmer, je weet wat je doet. En dan wat doen we dan in Rotterdam? Dan gaan we gewoon allemaal zitten zuipen. Dan worden we gewoon hartstikke dronken. Een dag na de persconferentie waarin gezegd is, jongens, kijk een beetje uit jongeren. Nee, we gaan met z'n allen in een huis zitten. Worden hartstikke dronken. En dan komt er de politie. En dan gooien we allemaal blikjes naar. En dan gooien we ook nog eens een keer huisafval naartoe. Het is werkelijk om je dood te schamen om student te zijn.